Voor de Tweede Wereldoorlog waren in vrijwel iedere Nederlandse stad van betekenis elektrische trams te vinden. Stadstrams reden niet alleen in de drie grootste steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, maar ook in kleinere plaatsen zoals Groningen, Arnhem, Nijmegen en Utrecht. Bovendien werden elektrische trams op tal van interlokale verbindingen ingezet, zoals tussen Vlissingen en Middelburg, in Zuid-Limburg en op de grote netten van de NBM en de NZH. Hier rijden we rond 1920 per stadstram door de levendige straten van Haarlem. Voetgangers, koetsen, sleperswagens en de tram hebben op straat het rijk nog alleen. De voetgangers doen een stap opzij voor de smalsporige motorwagen op maximum traction trucks van de Ceintuurbaanlijn. In Haarlem waren naast smalsporige ook normaalsporige stadstramlijnen van de NZHTM in exploitatie. Met vonkentrekkende sleepbeugel draait zo'n robuuste normaalspoorwagen de Smedestraat in. Per tram komen we bij het Haarlemse station aan. Op de opstelsporen aan de rechterkant staan twee open zomerbijwagens opgesteld. Links arriveert een normaalsporige stadstram op weg naar het eindpunt in Schoten. Een interlokale tramtrein van de elektrische spoorwegmaatschappij komt de Tempelierstraat uit en vertrekt naar Amsterdam. Tussen twee metallurgiek motorwagens loopt een gloednieuw Beines aanhangrijtuig.